Ik denk dat dat inderdaad niet toevallig is. Ik denk dat die vestiging bewezen heeft dat ze enorme uitdagingen aan kan. We hebben straks cijfers gehoord dat men normaal gezien 250 miljoen vaccins maakt. En ineens wordt dat upgrade naar 3 miljard om die over heel de wereld uit te zenden. Men heeft die uitdaging aangekund en met goed succes. Ja, dat gaat niet onopgemerkt voorbij.